De laatste tijd zijn er zo vaak fraudegevallen naar boven gekomen dat alle wetenschappen zich eens goed achter de oren moeten krabben en moeten nadenken. Zijn wij kritisch genoeg naar elkaar? Letten we genoeg op elkaar? Maar het draait natuurlijk wel allemaal om stapel en daar de commissievoorzitter over. De bespreking van de factoren die de fraude van de heer Stapel hebben gefaciliteerd, zijn machtige positie van corifee en de falende kritische functie van de wetenschappelijke wereld, laten onverlet de conclusie van de commissies dat de fraude begaan door de heer Stapel dusdanig is dat hij in die factoren en omstandigheden geen enkel excuus voor zijn handelen kan vinden. Dank u wel.